Sébastien Bouchiki, langer sanslopen voor België in Tokio. Ik ben Loïc Labart, centrale verdediger van de Belgische nationale hockeyploeg in Tokio. Momenteel staat alles in teken van Tokio. Ik word er mee wakker, ik ga ermee slapen. Ons doel in Tokio is om goud te halen. Aangezien we regerend wereldkampioen en Europees kampioen zijn, lijkt me dat heel realistisch. Respect is heel belangrijk in mijn sport, voor mijn lichaam. Voor mij is gezonde voeding natuurlijk heel belangrijk. Ik probeer toch dagelijks gevarieerd te eten. Hey maat. Hey, alles goed? Alles goed? Gaan, weet je wat we gaan doen of niet? Ik weet het niet, we gaan zien. Hè? Nee? Oké, kom. Welcome to the road to Tokyo. We will begin our first challenge. Today, you will become Japanese chef. Our chef has prepared three classical sushis that you're going to try to make. You have 5 minutes. Je bent naar een brander aan komen doen. The time is up! Looks good, hè? Ja. Very professional, you see? Look. Mm-hmm. So, gentlemen, I have to say, the winner is... Blake! Yes! Thank you. Bravo, bravo!